Het RTL 4 nieuws en weer. Straks bij RTL 4. Dus het was een antieke kandelaar met vijf armen en een bewerkt voetje. Precies, agent. Kijk, zoiets. En die daar, ja, die heeft er ook niets van weg. Hoewel, deze lijkt mij niet helemaal... En die... Nee, geen engeltjes, nee. Oh, dat is ook een schattig ding. Een foto, een merkje, kan op zo'n moment wonderen doen. Zorg dat u weet hoe uw spullen eruit zien en haal het boekje Inbraakpreventie van AMF bij uw verzekeringsadviseur. Ja, die is het. Maar dan anders. Grols presenteert The Master Movie. Close Encounters of the Third Kind. Roy en Julian zien vreemde UFO's. Tevergeefs proberen ze uit te leggen wat ze hebben gezien. Ik heb daar niet goed geweest. What did you expect to find? An answer. It is an event sociologic. Vanavond bij RTL 4, 8:30. Close Encounters of the Third Kind. Het werk zit erop, je krijgt vlekken en kop in de rooikoolkappersoep. Een heerlijk moment, wat word je verwend met rooikoolkappersoep. De lekkerste soep, soep in een kop, daar is rooikoolkappersoep. Beter gevuld, dat proef je. Vanavond bij RTL 4, Kaps. Soms mag je jezelf best een beetje verwennen. Vinolia douchecreme met de geur van verrukkelijke bloemen. Een geur die je even meeneemt. Nieuwe Vinolia douchecreme. Het maakt je dag een beetje mooier. Voor een unieke test blinddoeken we een familie die overal geweest is en nergens meer van opkijkt. Ze testen onze nieuwe glijbanen en let op, ze kijken hun ogen uit. Onze nieuwe bossen. En onze golfbanen. Ze weten gewoon niet wat ze zien. Onze cuisine. Ongezien d'accord. Onze visrijke wateren. Neusje van de zalm. Onze stranden stijl achterover. En voor onze bungalows lopen ze wel heel warm. Nee, zoiets hebben ze nog nooit gezien. En ja, de test bewijst het. Gran Dorado, de bungalowparken op de mooiste plekjes. Ga naar uw reisagent of bel nu 020 665 6565. Irak stemt toe in overleg met de Verenigde Staten. Ook de Europese gemeenschap wil praten met Irak over golfconflict. Economische topambtenaar wil snijden in subsidies. Het RTL 4 avondnieuws met Rianne Biesters en Jeroen Pauw. Goedenavond. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker en zijn Iraakse collega Tariq Aziz ontmoeten elkaar volgende week woensdag in Zwitserland voor crisisberaad over het golfconflict. Aziz zei tegen het Iraakse persbureau INA dat Irak niet naar Zwitserland gaat om de Amerikanen voor hun standpunt en slechte tactiek te belonen, maar uit respect voor de publieke opinie in de wereld en de omgangsnormen tussen naties. De ontmoeting tussen Baker en Aziz wordt algemeen gezien als een laatste kans een golfoorlog te vermijden. Gisteren maakte een woordvoerder van president Bush bekend dat in Zwitserland niet zal worden onderhandeld. Baker, zei de woordvoerder, zal Aziz opnieuw duidelijk maken dat Irak zich uit Kuwait moet terugtrekken. In een vraaggesprek op de Amerikaanse televisie zei Baker nog steeds te hopen dat een oorlog kan worden vermeden. Will it be war? Well, I'm not gonna. I really hope we can find a peaceful and political solution. I really do. I'm frankly not as optimistic about that possibility now as I was before Christmas. Baker's reis dient ook een binnenlands belang. Veel Amerikaanse parlementariërs menen dat alleen zij het grondwettelijk recht hebben om een oorlog te verklaren. Ze zijn bereid een discussie hierover uit te stellen, zolang de regering diplomatieke initiatieven ontplooit.
I, for one, and the overwhelming majority of senators with whom I've talked on both sides of the aisle about this subject, believe that a Senate debate on this issue would be much more productive and better informed if we knew if the meetings were going to take place, when they were going to take place, and if they take place, what occurs at the meetings. VN-secretaris-generaal Peres de Cuellar zal dit weekende nog overleg voeren met president Bush. Maar dit gesprek lijkt overbodig, want Irak heeft inmiddels ingestemd met overleg. Aziz heeft overigens gezegd dat hij de Palestijnse kwestie wil betrekken in het gesprek met James Baker. En ook de EG is tot overeenstemming gekomen over een diplomatiek initiatief. Minister Aziz is uitgenodigd om naar Luxemburg te komen om daar te praten. De EG-ministers van Buitenlandse Zaken zijn in Luxemburg vanmiddag voor spoedoverleg bijeengekomen. Eerder deze week leek een EG-missie naar Irak al min of meer in kannen en kruiken. Maar nu er een ontmoeting komt tussen Baker en Aziz is dat plan gewijzigd. Een verslag van onze Europa-redactie. Hoog politiek overleg en dus deed de politie hier zijn best om de orde en veiligheid van de hoogwaardigheidsbekleders te garanderen. Op het vliegveld lukte dat nog wel. Bij aankomst in het conferentiecentrum was de chaos heel wat groter. Een aantal ministers was weinig mededeelzaam, maar minister Van den Broek wilde wel uitleggen wat de uitgangspunten voor de vergadering waren. Wat verwacht u voor vandaag? Nou, in English. In English. Well, I think it is important at this stage that we have a close consultation with the 12. As you know, a lot of diplomatic initiatives are being undertaken at the present time, and we cannot stay aloof from that. We are very gratified with the latest initiative of President Bush, seat with an as yet talks take place between Tariq Aziz and Minister Baker, and I would feel that is extremely important that there is a positive response to that initiative. If that would not be the case, I would be very distressed. Het gebeurt dus wel, en Van der Broek's zorgen zijn daarmee weggenomen. Inmiddels hebben de EG-ministers ook besloten een uitnodiging aan Irak te sturen om te komen praten in Luxemburg. Een handreiking dus, maar vooral duidelijkheid. Iets waar met name de Britten op hamerden. We hopen dat uit deze meeting will come a decision, a means of reinforcing that message from Europe. And if the message is clear, then I think the chances for peace are strongest. A muddled message. Muddle is the enemy of peace, so we've got to get the message clear. Als de Irakezen de Europese uitnodiging accepteren, dan zal het overleg een dag na de ontmoeting tussen Baker en Aziz plaatsvinden. De Nederlandse regering heeft een beslissing over een uitbreiding van deelname aan de troepenmacht in de Golf uitgesteld. Het sturen van mariniers is één van de mogelijkheden. Minister Terbeek van Defensie en zijn staatssecretaris van Voorst tot Voorst zullen dit weekend de Nederlandse militaire bijdrage verder bespreken. De subsidies aan burgers en bedrijven moeten drastisch worden herzien. De sociale zekerheid is te duur en de overheid moet efficiënter gaan werken. Dat is de nieuwjaarsboodschap van de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, professor Geelhoed, in een artikel in het economenblad ESB. Een bijdrage van Leo de Later. De secretaris-generaal van Economische Zaken schrijft in zijn artikel dat Nederland in een aantal opzichten een buitenbeentje is. In vergelijking met het buitenland komt onze economie er niet goed vanaf. Aan de collectieve sector, alle overheidsuitgaven zoals uitkeringen, wordt te veel uitgegeven. En dat maakt de Nederlandse concurrentiepositie kwetsbaar. De overheid, vindt Geelhoed, moet vooral zijn uitgaven op orde brengen. Je moet je begroting zodanig maken dat je je uitgavenontwikkeling, dat je die onder controle hebt. Dus oncontroleerbare elementen er zoveel mogelijk uithalen. Nou, de belangrijkste oncontroleerbare elementen op dit moment zijn naar mijn smaak. De bouwsubsidies, de WAO-uitgaven en de openbaar vervoerssubsidies. Als je die onder controle krijgt, saneer je al een heel stuk van je begroting. Aan die subsidies wordt niet alleen te veel uitgegeven, ook de verdeling is volkomen scheef. Er zou veel meer overheidsgeld moeten naar verkeersvoorzieningen. En subsidies voor woningbouw kunnen flink worden verlaagd. Wanneer ik het heb over de bouwsubsidies, dan zijn het de subsidies die gegeven worden voor goedkope huurwoningen. Dus met andere woorden, als je daar wat aan gaat doen, gaan de huren wat omhoog. Ja, daarmee tast je toch eigenlijk ook een sociale verworvenheid in Nederland aan? Dat beschouwen wij in Nederland als een sociale verworvenheid. Maar we vergeten één ding.
dat de lasten van een dergelijk huurbeleid voor het overgrote deel worden opgebracht door de modale belastingbetaler. Geelhoed vindt ook dat uitgaven voor de sociale zekerheid moeten worden aangepakt. Hij pleit ervoor dat de WAO alleen nog mag worden uitgekeerd aan werknemers die een bedrijfsongeval hebben gehad. Verder schrijft de secretaris-generaal dat de overheid efficiënter moet gaan functioneren. En dat de jaarlijks terugkerende bezuinigingsrondes in Den Haag niet effectief zijn. Er moet een flinke sanering plaatsvinden in de ogen van de topambtenaar. In een reactie wijst het CNV verlaging van subsidies aan gezinnen van de hand. Daarmee worden de rijken rijker en de armen armer, aldus de christelijke vakcentrale. Verderop in dit bulletin nog de volgende onderwerpen. Geslaagde ontsnapping uit Haarlemse koepelgevangenis. Nederlandse horeca ziet toekomst somber in. En het weer, zuidwesterstorm, 's ochtends regen. Maar eerst nu Israël. Dat land is opnieuw door de Veiligheidsraad veroordeeld voor zijn optreden in de bezette gebieden. Vannacht nam de raad een verklaring aan en ook dit keer werd hij gesteund door de Verenigde Staten. Het ging ditmaal niet om een resolutie, maar om een niet bindende verklaring. Maar Israël reageerde verbitterd. Het is al de vierde keer sinds het begin van de Golfcrisis dat Israël door de Veiligheidsraad wordt veroordeeld. Israël noemt in een reactie de verklaring een cadeautje voor Saddam Hussein, omdat zo de aandacht van de Golf wordt afgeleid. This declaration by the president of the Security Council of the United Nations is completely unjustified and is actually an encouragement to more terrorism and more violence. And indeed, this morning an Israeli woman was killed and several more Israelis were injured by a Palestinian terrorist from the Gaza Strip. This is the sad result of the debate in the Security Council. Wassenaar doelt op de aanslag van een Palestijnse buschauffeur op een Israëlische vrouw. De man reed opzettelijk in op de auto van de vrouw. Die overleed ter plaatse. Even verderop probeerde de man nog twee auto's te rammen. Ver kwam hij niet, want hij werd door twee Israëlische soldaten doodgeschoten. Opnieuw ernstige onlusten in Zuid-Afrika. In de afgelopen 24 uur zijn 17 zwarte inwoners omgekomen. De gevechten braken uit vlak nadat minister Vlok van Wet en Orde had verklaard een einde te willen maken aan het voortdurende geweld en de politieke onrust in het land. De meeste slachtoffers vielen in de zwarte woonorde in de provincie Natal. Daar schoten groepen gewapende mannen met automatische geweren op de dorpelingen. 12 mensen kwamen om het leven. Juist gisteren maakte minister Vlok bekend dat het inleveren van wapens en munitie beloond zal worden. Zo krijgt iemand die een AK-47, een veelgebruikt automatisch machinegeweer, inlevert, bijna 5000 gulden. Het ANC verwerpt de actie van Vlok. Volgens de anti-apartheidsorganisatie zijn dit niet de typische wapens die gebruikt worden bij de gevechten. Het inleveren van de wapens hoort thuis in het onderhandelingsproces met de regering. Door de maatregelen van de minister wordt dat proces nu ondermijnd, al dus het ANC. Uit het huis van bewaring De Koepel in Haarlem zijn vanochtend tijdens het luchten 4 gevangenen ontsnapt. Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de mannen die door justitie als vuurwapen gevaarlijk worden omschreven. Bij de ontsnapping kreeg het viertal hulp van een gewapende man die op de muur van de luchtplaats verscheen en de bewakers onder schot hield. De 4 klommen via een ladder over de muur en vertrokken in een gereedstaande auto. De vluchtauto werd enkele uren later in het centrum van de stad door de politie teruggevonden. De gevangenen zaten vast voor diverse misdrijven, waaronder een overval, verkrachting en overtreding van de opiumwet. Volgens het ministerie van Justitie is de koepelgevangenis normaal gesproken heel veilig. De vorige ontsnapping is alweer tientallen jaren geleden. Vooral door het massaal wegblijven van Amerikaanse toeristen ziet het er somber uit voor de Nederlandse horeca. Maar ook de stijgende rente en de hogere energiekosten geven dit jaar problemen. Het bedrijfschap horeca verwacht bovendien dat de lonen sterker zullen stijgen dan de omzet. Om de problemen het hoofd te bieden hebben de 3 horecaorganisaties een gemeenschappelijke beleidsvisie opgezet. 1991 moet leiden tot fusies en aanpassingen aan een slinkende markt waarin bovendien goed personeel schaars is. Maandag begint in de Amsterdamse RAI de 35e Horecava met aandacht voor de mens. Het is van belang dat mensen gebruik maken van meervoudige onverzadigde vetzuren in de frituur en in het product. Het milieu, koffiebekertjes worden versnipperd en tot nieuwe korrels omgevormd. En praktische zaken.
Op het gebied van interieur is er ook van alles te zien. Van nostalgie tot de verre toekomst. U ziet hier een bed waar je niet op kan slapen. Kastjes waar je niets op neer kan leggen. Een stoel waar je niet op kan zetten. En een tafel waar je niet op kan schrijven. Kortom, kamer 3000, een nachtmerrie van een hotelier. Het plan van de Duitse regering om gebruikers van de autowegen te laten betalen is voorlopig van de baan. Volgens de regeringspartij, het CDU, zouden EG-bepalingen de tolheffing niet toestaan. De regering in Bonn wilde voor de Duitse autobanen een zogenaamd tolvignet instellen. Deze zou geldig zijn voor 1 jaar en voor een personenauto zo'n 100 Duitse mark gaan kosten. Vrachtwagens zouden voor het vignet enige duizenden marken moeten betalen. Iedereen die van de Duitse autobanen gebruik maakt, dus ook buitenlanders, moet de tol betalen. Het Duitse kabinet twijfelt nu aan de haalbaarheid van de tolheffing, omdat de Europese wetgeving dat niet zou toestaan. De Duitse minister van Verkeer gaat het plan nu nader bestuderen. De Eindhovense vrachtwagenfabrikant DAF heeft zojuist de bedrijfsresultaten bekendgemaakt over 1990. En zoals het bedrijf al eerder aankondigde, gaat het om dramatisch slechte cijfers. In 1990 heeft DAF een netto verlies geleden van 150 miljoen gulden. Het verlies is nog exclusief de voorzieningen voor reorganisatiekosten in 1991. In 1989 behaalde het concern nog een winst van 172 miljoen gulden. Het beursoverzicht. De geruchten over wel of geen oorlog in de Golf beheerst ook vandaag de effectenbeurzen in Europa. Het optimisme over de afloop lijkt toe te nemen onder de handelaren, want alle beurzen sloten hoger. En ook de Amerikaanse beurs vertoont op dit moment een paar punten winst. De koersindex algemeen, die aangeeft hoe de effecten in Amsterdam ervoor staan, steeg met 0,3 punt tot 168,4. En dan nog aandacht voor een aspect van de golfcrisis. Overal in West-Europa zullen terroristische aanslagen worden gepleegd zodra de golfoorlog uitbreekt. Dat zeggen personeelsleden van de Iraakse ambassade in Londen. Het ambassadepersoneel kreeg gisteren van de Britse autoriteiten te horen dat ze niet langer welkom zijn in Groot-Brittannië. Vandaag vertrok de diplomatieke staf naar de Jordaanse hoofdstad Amman om van daaruit naar Bagdad af te reizen. En ook in Nederland moet rekening worden gehouden met terroristische aanslagen. Dat zegt Kees Visser van het Instituut voor Internationale Betrekkingen Klingendaal. Vooral vliegvelden en Amerikaanse bedrijven met vestigingen in West-Europa worden het doelwit van terreuraanslagen, zegt Visser. Bagdad weet heel goed dat op die manier Amerika en de bondgenoten een harde slag kan worden toegebracht. De vraag is, wat is de mogelijkheid voor Saddam Hussein om deze oorlog een dusdanig karakter te geven dat hij de Amerikaanse coalitie uit elkaar kan laten spatten. En mijn idee is dat de enige wijze om dat te doen is om de oorlog te dirigeren naar Israël. Als dat gebeurt, dan heb je de kans dat het Arabische blok zich aan één kant schaart, namelijk aan die van Saddam Hussein. Dan zullen er terroristische aanslagen worden gepleegd? Ja. Waar denkt u dat die zullen plaatsvinden? Wel, uiteraard tegen Israël, maar dat land heeft al zo lang last van dit soort aanslagen dat het geen nouveau thé is. Tegen Amerikaanse doelwitten hier in Europa, omdat het Amerikaanse grondgebied, althans in het verleden, altijd nogal moeilijk te betreden is geweest voor dit soort groepen. De coalitiepartners van de Amerikanen, dus zeg maar Groot-Brittannië, Frankrijk. Maar ook Nederland. Italië, Spanje, België, Nederland. Al naar gelang men zich heeft verbonden aan die coalitie. Zelfs de olieboorplatforms in de Noordzee zullen niet veilig zijn voor terroristen. Reden waarom de Nederlandse aardoliemaatschappij besloot de veiligheidsmaatregelen daar aan te scherpen. Maar het blijft, zegt Visser, ook daar nog mogelijk om aanslagen te plegen. Dat zou alleen maar per lucht of via de lucht of per boot kunnen worden gedaan. Maar, u sluit de mogelijkheid niet uit? De mogelijkheid is niet uit te sluiten, omdat er een andere groep die ook in Bagdad zit, die van Abu Abbas, al herhaalde malen heeft geprobeerd om via speedboten de Israëlische kust te benaderen. Met commando's uiteraard op die speedboten, gewapend en wel. Dus de mogelijkheid is er altijd. Het ligt maar aan de brutaliteit van de groep. Of ze een dergelijke aanval nuttig achten en mogelijk achten of wel niet. Dit was het RTL 4 avondnieuws. In ons late bulletin een gesprek met de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, de Michaelis. Zo dadelijk naar de reclame, het weer met Renier van den Berg. En ons late bulletin is vanavond om 18 minuten over 11. Graag tot dan. Goedenavond. Goedenavond.
actuele informatie over het weer met Reinier van den Berg. Straks bij NTL Weer. We zitten in de buurt van Parijs. Chasson. En komen over een heuvel. Ineens begint de caravan enorm te zwiepen. En ik verlies dus de macht over het stuur. Daar komt Stephanie, het op neer. Ik begon ontzettend te gillen. En ik draaide me om. Maar ik zat vast en ik klapte zo met mijn... Het gaat zo snel. Dat kan je niet voorstellen. De caravan lag dus helemaal... alles was kapot. Gordijntjes lagen, dus gescheurd. Alle spelletjes. Alles lag op de grond. Dus alles wat we... één keer... over. En toen ben ik gaan bellen met mijn verzekering, Zilveren Kruis, uitgelegd wat er gebeurd was. En zijn er nog personen? De volgende dag kwam die man van de verzekering met een nieuwe auto en een nieuwe caravan. Ja. We wisten niet wat we zagen. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Paasje vouwt haar zakdoekjes iets handiger op, zodat u ze makkelijker kwijt kunt. Paasje Mini Pack, slimmer gevouwen, handiger mee te nemen. This is Schiphol approach, you clear to land. 220. Your name? 226. All systems clear. Stay through right. Touchdown. 5, 4, 3, 2, 1. Touchdown. Delta Foxtrot, approach 320. Hallo, simple approach, this is flight. Rosta, de energieke koffie van Douwe Egberts. Met Michelin bent u lang beter af. Weer of geen weer. Dit veroorzaakt dure reparaties. Hoezo? Een kapotte wasmachine, doordat hard water het element heeft verkalkt. Gebruik daarom Kalgon. Niets beschermt beter tegen kalk. Dus Kalgon bij elke was. Zo simpel. Vandaag konden we even op adem komen voor de volgende regenstorm ons morgen te grazen neemt. Groot deel van het land, langdurig zon vandaag, maar in het zuiden vielen ook een paar pittige buien. Maar het wordt veel wilder. De winterregisters gaan morgen volop open. En dat komt door een hele gemene depressie. Die komt morgen overdag aan boven Schotland en trekt dan vervolgens door naar de Noordzee. En er komt morgenavond met een luchtdruk van 950 millibar aan op het noorden van de Noordzee. En de fronten die erbij horen trekken in een sneltreinvaart morgen overdag het Europese vasteland binnen. En daarbij zit natuurlijk een heleboel regen. Maar als wij nog een beetje geluk hebben, klaart het morgenmiddag van het westen uit toch alweer op. Regen. Maar nog veel belangrijker is morgen de wind. Het gaat heel hard waaien en op 300 meter hoogte morgen in ieder geval een stevige storm die gemakkelijk windkracht 10 tot 11 haalt. Maar gelukkig, de wind op lagere hoogte, op 10 meter hoogte boven het aardoppervlak, ondervindt last van de ruwheid van het aardoppervlak en daardoor wordt de wind sterk afgeremd. Boven zee valt het op zich nog wel mee, want de zee is relatief glad, ondanks de golven. En boven zee houden we 70% van die stormwind op grotere hoogte over. En dat komt neer op een volle storm, windkracht 9. Maar boven land neemt de wind nog veel verder in kracht af, want het land is met zijn begroeiing en bebouwing natuurlijk nog veel ruwer dan de zee. Dat betekent dat we boven het land morgen maar 40 tot 50% van die zware storm overhouden. Op 10 meter hoogte morgen, boven land, windkracht 6 tot 7. Dus dat valt misschien nog wel best mee. Kijken we de details eventjes, dan zitten we vanavond en vannacht met een heleboel opklaringen. Er is gewoon weinig aan de hand, maar later in de loop van de nacht gaat het van het zuidwesten uit heel snel regenen. En dan begint die zuidwestenwind ook stevig in kracht toe te nemen. Maar voor het zover is, koelt het op veel plaatsen nog behoorlijk af, tot een graad of 3. Morgenochtend langdurig regen, maar in de middag, de tweede helft van de middag, begint het van het westen uit
toch weer op te klaren. En dan ruimt die wind naar zuidwest tot west en neemt verder in kracht toe. Tot een volle storm langs de kust en 's avonds in het noordelijk kustgebied waarschijnlijk zelfs enige tijd zware storm, windkracht 10. En in het hele land komen morgen, vooral later op de dag, zware rukwinden voor tot meer dan 100 km per uur. Een heleboel ellende dus morgen, bewolking en regen, maar de temperatuur valt gelukkig mee, want het wordt gemakkelijk 9 tot 10 graden. En daarna tot en met dinsdag, nou het blijft heel wisselvallig, af en toe zon. Bijvoorbeeld op zondag valt het allemaal best mee, maar op maandag toch weer een heleboel regen. Nou, die zuidwestenwind die blijft doorwaaien alle dagen. Van tijd tot tijd kan hij flink aantrekken. Op maandag wellicht opnieuw een stormachtige wind. En natuurlijk blijft het met zo'n zuidwestenwind ontzettend zacht voor de tijd van het jaar. Overdag gemakkelijk een graad of 8. En de winter die krijgen we de komende week echt helemaal niet te zien. Zesmaal per week het Rad van Fortuin met Hans van der Tocht. Straks bij NPL 4.